Broeders en zusters, hartelijk welkom. Ik mocht daarbij ook mezelf welkom heten. Nu weer een ontmoeting. En ik hoop en bid dat we het goed zullen hebben. De kerkenraad deelt u een aantal dingen mee. Ik mag dat doorgeven. In verband met het periodiek aftreden van broeder Teun Hoekstra als ouderling en broeder Robert Hofman als jeugdouderling en broeder Piet Roskam als diaken stelt de kerkenraad de beleidende broeders en zusters in de gelegenheid om namen in te dienen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Ondertekende brieven met daarop namen van geschikte kandidaten en graag ook het adres kunt u inleveren bij de scriba of uw wijkouderling. Dat kan tot en met morgen. Morgenavond vergadert de kerkraad ook over dit punt. Vanwege de toename van het aantal leden heeft de kerkraad besloten om dit jaar 2 extra ouderlingen te kiezen. Vanmiddag is een speciale dienst die we in de Ark hopen te houden. Voorganger is dan dominee Nederveen. Er is dus geen dienst in de Jeruzalemkerk, maar samen in de Ark. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat, zo God wil, 15 april aanstaande, Rink de Jong en Nelly Janne Baarsen zullen trouwen. Ze hebben de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd, want ze begeren in het huwelijk als instelling van God tot zijn eer en overeenkomstig zijn woord te leven. Wanneer er vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging van het huwelijk op 19 april plaatsvinden in een dienst des woords om 16:00 hier in de Jeruzalemkerk. Volgende week zondag is er een gemeenteavond die begint om 18:00 s'avonds. Diverse onderwerpen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Vanuit de Rehobothkerk zijn overgekomen Johan en Anja Brouwer-Bakker. En vanuit de Bron is overgekomen Frank Post, getrouwd met Joanne Post-Oost. We heten jullie van harte welkom. En ik stel voor dat u, Johan en Anja Brouwer-Bakker, even gaan staan, zodat we hen kunnen zien. En helemaal achterin nog, heel bescheiden. Maar ze zijn binnengekomen en jullie zijn hartelijk welkom. En Frank Post. Kijk eens aan. Jij ook van harte welkom. We kennen jou nou en dat zal je merken. Tot zover de mededelingen. Gemeente, wij willen u in stilte ieder voor zich de Heer God bidden om zijn zegen. En daarna mag ik deze dienst opdragen aan de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu samen, gemeente, van Psalm 121, vers 1 en 2. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Hij is het. Al treft u het felst verdriet, uw wachter.
die uw voet voor wankelen behoedt. Psalm 121, vers 1 en 2. Onderweg hebben we de hulp van de Heere nodig. Bij het wankelen, maar ook bij het lopen. En om dan te weten waar zijn weg is en wat hij van ons vraagt of waar hij voor waarschuwt, is het goed om elke week weer te luisteren naar zijn geboden, zijn aanwijzingen. Dat doen we ook vanmorgen. Wij zingen daarna uit de gezangenbundel nummer 91, vers 1 en 2, eigenlijk een bewerking van Psalm 139. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid mij op de eeuwige weg, Heere. Maak mij vrij. Vers 1 en 2. De Heere God sprak: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult daarom geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Laten we nu samen bidden. Heren, de woorden die we net gezongen hebben waren ons aangereikt. En misschien waren ze wel verrassend, ook voor onszelf. En toch zo duidelijk. Nota bene, om u te vragen ons te doorgronden. Naar ons te zien en dan naar ons hart en naar onze weg. Ons hart, waaruit het allemaal voortkomt. En dan die weg die we elke dag weer gaan mogen, zolang we hier zijn. En dan snappen we, heren, dat daar nog wel wat problemen zijn. Het komt niet zomaar ons overvallen. Hoe komen we op die weg, onze weg? Waarom gingen we er een beetje vanaf, naar de een of naar de andere kant? Waarom dit, waarom dat? Ligt het aan dat hart van ons? En dan zijn we vanmorgen aan het begin van een nieuwe week samengekomen in uw huis. Omdat u naar ons kijkt. En omdat u uw dienaar de woorden zult geven die voor ons bestemd zijn. En wilt u met uw geest zo onder ons zijn, heren, zodat die woorden van u mogen doordringen, niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart. Opdat we weten waar het op vast zit. Dat bijvoorbeeld. Wat zijn we soms dom? Wat praten we van alles en nog wat goed? En ten diepste weten we dat het niet deugt. Maar er staat dan weer het nodige tegenover. En we willen het ook wel weer goed maken. En zo zijn we bezig. En dan komen we aan het begin van een nieuwe week samen voor uw aangezicht. En het is alsof we het weer krijgen van u. Een nieuw begin. Ja, wilt u maar, heren, op uw manier bij ons zijn. En dan ons hart openen voor u. En ons verstand verlichten. Omdat we niet allerlei dingen goed praten of wegschuiven. Maar bereid zijn om te luisteren. Heren, wees met uw dienaar. Opdat hij uw woorden mag overbrengen. En wees met een ieder van ons. Van uw gemeente. En dan kunnen we aan de andere samenkomsten denken in ons dorp. We kunnen verder kijken, wereldwijd. We weten van grote problemen hier en daar. Zeker op persoonlijk vlak, maar vervolgingen zelfs. Dat je niet eens durft te zeggen dat je christen mag zijn door uw genade. Want dan kan er van alles gebeuren. Onder ons kan het zijn dat je uitgescholden wordt als je Jood mag zijn. En dan gaat het ook wel eens verder. Als je je maar stilhoudt, als je maar wegkruipt. Opdat de wereld door kan gaan en het allemaal net lijkt of het allemaal goed bedoeld is en resultaat mag hebben. En het blijkt telkens weer dat we in wezen geen stap verder komen. Steeds weer dreiging tot en met de dood. En in ieder van ons zal een ogenblik daar komen, jong of oud. Het laatste woord van onze werkelijkheid, van onze wereld, van ons leven. Dat we doodgaan. En dan, heren, mogen we stil worden en luisteren en daardoor getroost en gesterkt mogen worden. Omwille van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, uw genade, uw barmhartigheid. Amen.
Gemeente, als inleiding op de schriftlezing even dit. Een wonderlijke tijd eigenlijk, Pasen, Hemelvaartsdag. Die 40 dagen. Toen was de Heer Jezus, die eerste keer kan je zeggen hier op aarde. Juist bij de voorbereiding ook voor deze dienst en het in deze dagen ermee bezig zijn, drong het weer des te meer tot mij door. Wat een wonderlijke tijd dat geweest is en dat we dat mogen weten en daar met elkaar over mogen spreken. En op grond daarvan mogen bidden tot de Heere God, wilt u met ons zijn. Die 40 dagen, de enige 40 dagen in de lange geschiedenis, of dat dan miljoenen is geweest of 6000 jaar, dat maakt mij allemaal niks uit om zo te zeggen. Maar dat we weten mogen, in die hele geschiedenis zijn er 40 dagen geweest waarop die nieuwe mens, die tweede Adam, de opgestane Heer Jezus bij ons is geweest, in deze wereld. Daarvoor openlijk, iedereen kon hem horen en zien. Toen blijkbaar alleen bij zijn gemeente. En dan was het nog wel eens moeilijk om dat door te hebben. Moesten de ogen open gaan en dat men zei, hij was het. 40 dagen. De enige, de eerste nieuwe mens als vervulling van die oude belofte daar in het paradijs. Satan, denk erom. Je zal het niet winnen. Jij mag dan straks dat kind van die vrouw de versenen vermorzelen. Hij zal het niet makkelijk hebben, maar hij zal jou doodtrappen. Vergeet dat niet. Voor eeuwig dood. Met al degenen die liever voor jou kiezen. En dat nieuwe begin heeft toen 40 dagen onder ons geleefd en gewoond. En de Heer Jezus heeft met hen in die 40 dagen de Bijbel gelezen. En bidden. Ik denk dat je het met deze twee dingen kan samenvatten. De Bijbel lezen weten we. Denk aan die Emmausgangers. Komt die vreemdeling. Wij hebben dan een Bijbeltje, dus dat stel je dan je zo voor. Dat hij zijn zakbijbel uit zijn zak haalt. Maar we weten allemaal, in die tijd was dat wat anders. Maar dat woord was er. En op de een of andere manier kon die vreemdeling hen het vertellen. Nog een keer vertellen, dat staat er toch. Daarom moest hij lijden en sterven. Maar hij is ook opgestaan. Dat is ook beloofd, dat wisten jullie toch. En waarom dan dat vreemde, waarom dat weglopen, waarom dat vragen stellen en nog meer vragen stellen? Luister nou toch. En als het moeilijk is, laten we samen bidden. 40 dagen. En toen heeft de Vader gezegd, kom nou maar terug. Het belangrijkste wat eigenlijk gebeurd is in die dagen, dat is dat de Heer Jezus zijn discipelen weer bij elkaar heeft gebracht en dat hij opdrachten heeft gegeven. Wonderlijke opdrachten. Hem te mogen dienen, de gemeente te mogen dienen. En dat begonnen we zo te zeggen met Petrus. Is er een grotere zondaar geweest dan Petrus? Judas was ook erg. Maar iemand die de Heer Jezus lief heeft en hem dan toch verloochent. Voor niks, zou je kunnen zeggen. Omdat een dienstmeisje zegt, wacht eens even. Hij heeft gehuild. En reken me dat het een paar verschrikkelijke dagen zijn geweest. En op Pasen heeft de Heer Jezus hem opgezocht. Wat ze besproken hebben, dat weten we niet. Het kan alleen maar woorden van genade zijn geweest. En vergeving. En dan, daar weet dat meer tegen Petrus, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren. Jij mag ook mij dienen. Hij wordt niet op de achterste bank gezet en dan wacht dan maar eens. En misschien dat je het nog verdient of zo. Daar zullen we nog eens even over moeten praten, niet waar? De Heer Jezus zei, jij mag mij dienen.
de gemeente dienen. En toen dacht ik, gemeente, verder weten we eigenlijk niks. Van Paulus weten we ongelooflijk veel, maar van Petrus... Toen zei ik, wacht nou even. Hij heeft een brief geschreven. Als je wil weten op welke wijze Petrus de gemeente gediend heeft... Denk aan die brief, een korte brief. Eerste brief, tweede is nog korter. En ik wil vanmorgen iets daaruit lezen met u. Uit 1 Petrus 1. En dan hoofdstuk 1 zeg ik, vers 17 tot 25. 17 tot 25. De eerste algemene brief van de apostel Petrus. Van 17 tot 25. Als u hem, schrijft Petrus, als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. En door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover deze schriftlezing. En bij de tekst denken we aan een paar woorden uit vers 18. Vrijgekocht bent u van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen is overgeleverd. Gij zijt vrijgekocht. Wij zingen, Peter citeert uit de profeten, hetzelfde kennen wij uit de psalmen. Laten we dat nu ook zingen, psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, het achtste en negende vers.
Gemeente des Heren. We hoorden het allemaal, oud en jong. In welke omstandigheden we ook verkeren. En als we wat verder luisteren, zullen we dat ook werkelijk gaan zien. Zoals Petrus dat dan verder beschrijft. Maar hij zegt, er is wat gebeurd in deze wereld. Ongelooflijk. Maar dat betekent, dat is het eerste wat hij hier zegt, om God nou de lendenen van je verstand. Wees nuchter, vestig uw hoop op de genade van de Heere God. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten van de tijd, uw onwetendheid, maar wees heilig. Dat gaat aan onze schriftlezing vooruit. Het wordt tijd dat jullie elke week weer in het leven van elke dag eraan denken, schrijft Petrus. In het bijzonder aan die gemeente in Klein-Azië, in het huidige Turkije. Overal waren blijkbaar gemeentetjes ontstaan. Allemaal niet zo groot, dat is wel duidelijk. Dat weten we ook wel uit de geschiedenis. En als dan op een gegeven moment de vervolgingen losbarsten, dan is het helemaal problematisch. Maar jullie zijn zijn gemeente. En de Heere God heeft toch recht erop dat jullie leven naar zijn wil. Vragen naar zijn wil. Dat je je hoop volkomen op hem stelt. En dat je dat dan waagt met hem. Wees heilig. Klinkt allemaal zo eenvoudig, gemeente, en zo duidelijk. Je zou haar zeggen, nou, wat houdt ons dan tegen? Dan doen we dat toch. Wij zijn toch zijn gemeente. We hebben dat woord toch al zo vaak gehoord. En wij hebben er toch ook op mogen antwoorden. Belijdenis doen, je kind ten doop houden. Of heel persoonlijk, als ambtsdrager komend. Nou, je kan zoveel noemen. Het kan ook op een andere, eenvoudige, alledaagse manier. Heren, help me alsjeblieft. Wat wilt u dat ik doen zal? Nou, zo begint het dan. Heel eenvoudig en heel opmerkelijk. Weet je wat mij wel erg opviel? Dat oude leven waar Petrus het even over heeft. Hij zegt het hier op twee manieren. Leven naar de begeerte uit de tijd uwer onwetendheid. Voordat je tot geloof kwam, voordat je de Heer Jezus ontmoet hebt, leefden jullie als domme mensen. Tijden van onwetendheid. En toen hadden ze ook wetenschappers en toen hadden ze ook politici, mensen die verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de alledaagse leven te organiseren, te doen. Denk aan wat in Den Haag gebeurt of hier op het gemeentehuis, maar wereldwijd. En die mensen zijn geroepen en die voelden zich geroepen om het beste voor alle andere mensen te zoeken en te organiseren en te regelen, te waarschuwen, wetten te geven en dan, als dat niet gaat, politie te sturen enzovoort enzovoort. We begrijpen dat allemaal. Wel. En daarnaast de wetenschap. Wetenschap, dat is toch ook iets heel belangrijks. Om wetenschapper te mogen zijn op allerlei terreinen. Hoe zou je maatregelen kunnen nemen als je niet de werkelijkheid, onze werkelijkheid, niet zou kennen? En dagelijks kan je ervan lezen en we profiteren ervan. Denk op gebied van gezondheid, zal ik maar zeggen, van ziekten en nood en zo. Van, dan hebben ze weer wat ontdekt. Er is een bepaald medicijn, een bepaalde handeling. Nou, dat is toch fantastisch? En ook onder ons zitten hier waarschijnlijk wel mensen die zeggen, ik ben geholpen. Ik heb dat medicijn gekregen en nu gaat het zo en zo. Fantastisch. Het is toch geweldig? Het is toch allemaal ook de Heere God die dat alles leidt? En toch zegt Petrus hier, de tijden van jullie onwetendheid. Je hoorde van alles en nog wat.
laat ik maar zeggen, van wetenschappers, van professoren en van politici. Je hoorde van alles en nog wat. Daar zit het op vast. En dat zijn we te onderzoeken. En daar zijn we mee bezig. En als er nog even wat meer geld is, dan zal je zien, dan kunnen er bij wijze van spreken wonderen gebeuren. Is dat niet prachtig? Tijden van onwetendheid. En even verder zegt hij, dat is ijdele wandel. Een leven zonder inhoud, zonder werkelijk uitzicht. Ijdel, je wordt van alles wijsgemaakt, je gelooft daarin. Als ik dit doe en dat doe, zet eens even de televisie aan, voor en na het nieuws met al die reclame. Een van de belangrijkste dingen op dit moment, een paar dagen mooi weer, denk aan vakantie. Je kan goedkoop daarheen en daarheen en wat je dan niet meemaakt, prachtige beelden. Alsof dat het hele leven is. Je leeft om op vakantie te kunnen gaan. Ijdele wandel en domme wetenschap zou je kunnen zeggen. Nota bene. Dat is onze wereld als je niks van de Heer Jezus weet. Maar uit die wereld zijn wij vrijgekocht. De tekst. Wij zijn vrijgekocht. Daar in Klein-Azië, daar ging die brief eerst naartoe. Die wisten helemaal niks. Dat zijn heidenen die door Paulus en anderen tot geloof zijn gebracht. Wat daar in Jeruzalem gebeurde en zo. Je kan je nauwelijks voorstellen dat ze er ooit iets van gehoord hadden. En wat was het eerste wat jullie gehoorden van bijvoorbeeld Paulus? Je kan het met de woorden van Petrus noemen. Gij zijt vrijgekocht. Weet je wat er gebeurd is? Er is iemand door God, de enige ware God, gestuurd naar onze wereld. Die ijdele wereld, vol begeerte, op een domme manier bezig zijn met het leven. En je wordt weer wakker. En er is in die wereld in wezen niks veranderd. En de allergrootste zekerheid is dat er tenslotte de dood komt. De enige grote zekerheid. Mensen, maak je maar niet zo druk. Je gaat allemaal dood, hoor. Echt waar. En als het een beetje moeilijk is, nou denk aan ook het nieuws van de laatste dagen, weken hierover. Als het een beetje moeilijk is, begrijp het hoor, je voelt je erg eenzaam. Je zal maar geen kinderen hebben. Je man of je vrouw is overleden. En misschien wel in een rusthuis, maar och, even later gaat de zorg weer weg en dan zit jij alleen. Moeilijk, hè? Nou, maar daar kunnen we wel wat op vinden hoor. Het loopt op het moment naar een rechtszaak, u weet het ook wel. Voor de kleinigheid kon je bepaald medicijn laten komen. En dan kon je dat nemen. En dan ging je slapen. En je werd niet meer wakker. Nou. Hoeveel zijn er niet ingestapt? En hoeveel hebben er niet over nagedacht? En dan toch terugschrikken misschien. Maar toch. Ja, we moeten allemaal dood. En er is een mogelijkheid voor. Je hoeft je niet op te hangen, maar je kan dat soms ook met een pilletje doen. Nou, waar maak je het dan nog druk over? Is dat dan alles wat uiteindelijk de wetenschap heeft? De wetenschap ook in de ziekenhuizen, als ik dat even maar als voorbeeld noem, wat ze allemaal niet onderzoeken en vinden en uitdenken en ongelooflijk wat er in de afgelopen 100 jaar op dat terrein gebeurd is. Wat dan allemaal mogelijk is. Jawel. En misschien worden onze kleinkinderen wel 150 jaar. Nou ja. Is dat alles? Het is niet niks natuurlijk, daar gaat het niet om. Is dat alles? En dan komt Petrus met zijn brief en die zegt,
zal ik het nog een keer zeggen, want jullie wisten het al wel. Jullie zijn gemeente, jullie zijn niet achterlijk. Nou, mag ik het nog een keer zeggen, heel duidelijk. Jullie zijn vrijgekocht. Vrijgekocht. Zodat er een... Ja, dat stel ik me zo voor. Als je deze wereld... Als je deze wereld je voorstelt, die grote wereld met allerlei mogelijkheden. En we kunnen het misschien over een poosje ook wel naar Mars en zo. Dan is het nog verder en nog ruimer en nog grootser. Prachtig. Maar dat kan vergeleken worden, die wereld van jou, zegt Petrus, en die wereld van mij. Die kan vergeleken worden met een gevangenis. Goed, misschien een prachtig groot gebouwencomplex met dokters en wetenschappers en alles. De politici, groot complex. En daar hebben jullie ook allemaal een plekje gevonden, fantastisch. En je had niet eens door dat je opgesloten zat. Nou goed, die ene uitweg, de dood. Maar daar koop je niks voor. De dood en het graf. Maar er is wel een uitweg. Gij zijt vrijgekocht. Er is iemand die de sleutel heeft kunnen vinden, kunnen betalen om die deur in die muur om de gevangenis heen, waar wij niet doorheen kunnen breken, om die deur te openen. En een weg vrij te maken naar het vaderhuis. Naar de hemel. Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. De enige manier om daar te komen, dat is door die deur die de Heer Jezus heeft geopend. En dat heeft hem wat gekost. Dat is niet goedkoop en makkelijk geweest. Vergeet dat nooit. Daarom hebben we elk jaar ook weer na Bethlehem dan het leven in, maar vooral die 7 lijdensweken. Opdat we nooit zouden vergeten wat dat de Heer Jezus, wat dat de Heer God gekost heeft. Adam, onze voorvader, heeft het verknoeid. En wij zijn geen haar beter dan Adam en Eva in de tijd, met alle gevolgen van dien. En we mogen dankbaar zijn voor alle voorzieningen die de Heere God in die gevangenis nog geeft. Maar je komt er niet uit. Hooguit op het kerkhof. Maar er is een deur. Gij zijt vrijgekocht. En weet je hoeveel dat gekost heeft? Geen goud of zilver. De duurste dingen. Niks. Als het daarom gaat, dan doe je er niks mee. Zakken vol geld. Hij lacht je uit, de dood. Maar er moet iemand komen die voor jou die deur open doet. En dat heeft hij gedaan met zijn eigen bloed, zijn eigen leven. Door onze schuld en onze nood op zich te nemen en daarmee naar Satan te gaan. Hier, pak mij dan maar. En Satan wist wat dat zou betekenen. En daarom heeft Satan geregeld weer de Heer Jezus probeerde te verleiden. We weten een voorbeeld van zijn verzoekingen. Probeert hij het, maar de Heer Jezus heeft niet voor niks, elke keer weer, hoe vaak lezen we dat niet in de Bijbel, gebeden tot zijn vader om inzicht, om duidelijkheid, om het niet verkeerd te doen. Want stel je voor, vader, dat ik een stap fout doe. Help me alsjeblieft, geef me wijsheid. Hele nacht heeft hij gebeden, terwijl hij de discipelen wegstuurde al. Ik kom al achter jullie aan. Bidden, bidden, opdat hij het niet zou verknoeien. Ten slotte in Gethsemane, vader, alsjeblieft, alsjeblieft, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ik red het niet, ik kan het niet, ik durf het niet. Het is toch verschrikkelijk door u verlaten te worden en in handen van de Satan te vallen. Alsjeblieft, maar uw wil geschieden.
bij dat alles. Nooit enige twijfel. U wil geschieden, maar vader, laat me niet alleen. En een poosje heeft hij hem alleen gelaten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om tenslotte, als de Heer Jezus sterft, zegt die vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat er ook gebeurt, ik geef me over. En u laat mij toch niet in de hel terechtkomen. En dat hoeft ook niet. Hij heeft hem eruit gehaald, opgevangen. En toen, 2 dagen later, terug hier naartoe. Om het zijn discipelen te vertellen. Nog eens en nog eens en nog eens. En zo zitten we hier vanmorgen. Elke zondag aan het begin van een nieuwe week. Vertel het ze, maak het ze duidelijk. Gij zijt vrijgekocht. Er is een deur open gegaan. Jullie waren er nog niet eens, zegt de Heere God tegen u en tegen mij. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Toen ging er al een deur open. En er zijn mensen geweest die mij proberen dicht te doen, maar dat lukt ze nooit. Nou ja, dan doe je net als je er niet van weet wil dat je met je lucht naartoe gaat staan. En je zegt, nou, prachtige vakantie. Oh, en zo lekker vrij. Zomaar een hele week weg. Hard voor gewerkt, maar dat geeft toch niet. En dan kunnen we er alweer even tegen. Ik noem ze maar een voorbeeld. Je kan het op andere manieren ook doen. Net doen of je gek bent. En misschien nog met, nou laten we maar laten rusten. Gij zijt vrijgekocht. Maar dat betekent dat je naar hem toe moet. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Elke dag weer, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, en dan is er 1 antwoord. Geef je leven in mijn handen. Verwacht het van mij. Vertrouw mij. Laat die dienaar van mij het je nog een keer vertellen. Of je vader of moeder misschien. Ze hebben jou ten doop gehouden. En toen hebben ze beloofd. Vertel het wat dat betekent om dat water van dat doopvond. Dat kan een paar druppels zijn. Sommigen zeggen dat dat dan nauwelijks geldt. Moet met onderdompeling. Kan ook. Of het nou 5 druppels zijn of 1 miljoen druppels. Die druppels redden ons niet. Maar die vertellen ons van dat bloed van de Heer Jezus. Dat leven wat hij geschonken heeft. Opdat wij opnieuw zouden mogen opstaan. Dan denk ik altijd weer als ik mee naar het kerkhof mag. Ja, en dan gaat die kist daarin. En straks, dat willen we meestal niet meemaken, dan wordt dat dichtgegooid. Dicht. Ja, dat is wat. Ja, sommigen, dat heb ik wel meegemaakt, die willen dat eigenlijk niet weten. Dus weet je wat, laat die kist nou daar nog maar staan en dan gaan we weg. Eén keer gaf dat in een van mijn gemeenten in een bepaald gezin verschrikkelijk veel problemen. Ze hadden... Het was een betrekkelijk jonge moeder die overleden was. Want die had nog een kind van een jaar of 6, 7. En nou, die vond het natuurlijk vreselijk, dat ziekbed en dat sterfbed. En toen in de kist. Nou, zo zeiden die kinderen, die andere, die oudere kinderen en die vader, die kist laten staan. Als je de kist laat zakken, dat kind, dat krijgt er wat van. Goed. Net of het allemaal mee zou vallen, hè. En toen kwamen ze de volgende dag met dat kind. En waar is moeder nou? Ja, die ligt daaronder. Hè? Is er al de grond overheen gegaan? Ja, dicht, afgesloten. Die komt niet meer terug. Nou, een ramp. Een ramp. Om dat kind te troosten. Ik weet het nog goed. Er is ook niet echt troost mogelijk. Als je niet mag zeggen, maar er is een deur aan de andere kant. Geestelijk gesproken, figuurlijk gesproken. En die deur heeft de Heer Jezus door zijn lijden en sterven geopend. Hij heeft die sleutel gekregen. En Satan kan zeggen, zand erover.
Maar de Heere God zei, kom maar. En die deur is open. En als jij begraven moet worden, bij die deur staat hij op je te wachten. Als hij hier op aarde ook op onze weg is geweest en wij het gezegd hebben, ja Heer, hier zijn we. Ik weet geen uitweg. En alles wat hier in die gevangenis aan goede dingen ons gegeven wordt, daar zijn we u dankbaar voor. Want daar mogen we niet slordig mee omgaan. Dat zijn ook gaven van God. Geduld en zorg en barmhartigheid. Maar het is niet de redding. Dat vind je alleen. Daar in dat graf. Met die open deur aan de andere kant. En daar staat hij. Nou, wat zullen we doen? Het enige is op de knieën aan de voeten van de Heer Jezus. Als hij tot ons zegt, hier ben ik. En door zijn geest wil hij ook vandaag onder ons wonen en werken. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar door de Heilige Geest is hij bij ons. En dat beloofde hij nog. Zo mooi staat het daar in 2-3 woorden. Als Lucas vertelt over de hemelvaart. Toen hij afscheid nam, toen hij wegging, zegende hij hen. Zegenen wil zeggen, ik ben bij je. En die ging weg. Dat kan toch niet? Het is of het een of het ander. Waarom blijft hij hier dan niet? Daar ben ik. En daar kan Satan niet meer aan mij komen. Maar hij kan wel aan jullie komen. Maar door mijn geest zal ik bij jullie zijn. En wat er ook op het spel staat, je weet. De deur staat open. Maar dan moet je met mij gaan. In leven en in sterven. En dan is er uitzicht. En onderweg. Ja, ik denk nou aan dat lied wat we zo dadelijk zullen zingen. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. Vul mij met uw geest steeds meer. Amen. Lied 145... Vers 1, 2 en 3. Thank you.
Laten we nu samen danken en bidden. Ook voorbeden doen. Er zijn twee namen die ik mag noemen. Eerst is daar zuster Roelie Boksen van Sloten. Er is bij haar een tumor in de dikke darm geconstateerd. Waarschijnlijk zal er een operatie plaatsvinden. Laten we bidden of de Heere met haar zal zijn in deze onzekere tijd. Met hem mee. We willen ook bidden voor zuster Tonia de Boer Meun. Die ligt in het ziekenhuis. Virus op haar longen. Extra zuurstof nodig. Het gaat gelukkig al iets beter. En we bidden de Heere om verder herstel. Laat ons bidden. Wij ervaren het nog elke dag, Heere. Dat die grote gevangenis, met zoveel prachtige voorzieningen, wat er allemaal niet zeker voor ons hier in het Westen allemaal ontdekt is en verzorgd is en gedaan is tot op vandaag. Moeilijkheden genoeg altijd weer. Het minste is dat we u bidden, Heere, wees met alle die verantwoordelijkheid dragen in de kerk, maar ook in de samenleving. Hier in onze eigen gemeente, in ons eigen land, maar ook verder in allerlei andere landen waar het zoveel erger is en moeilijker is. Dagelijks leven met oorlog of met ziekte, met de dood, met mensen die niet te vertrouwen zijn. En wij proberen daarin een weg te vinden. We denken dan aan zusters en broeders. Die soms het gevoel hebben dat ze er toch alleen voor staan. Heere, wees met hen. Met uw geest, om Christus wil. Opdat ze in leven en zo nodig in sterven. Toch uitzicht mogen hebben en getroost mogen zijn. En daardoor uw getuigen tot in de moeilijkste omstandigheden. Getuigen in een wereld in nood. Anderzijds, Heere, allerlei toestanden waartegen wij niet opgewassen meer zijn. En dan denken we aan politici, vooral de belangrijkste links en rechts. En vergaderen en beloven en soms ook geld sturen, geld van een ander. Maar oplossen, uitweg vinden. Heren, wij bidden u dat de overheden, welke daar ook zijn en wat ze zijn, in welke omstandigheden en met wat voor achtergrond, dat ze doorkrijgen. Dat ze die muur niet kunnen slechten. En dat het niet voldoende is om mooie ziekenhuizen en gevangenissen met allerlei voorzieningen te maken. Maar vrede en gerechtigheid, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat ze tot ontdekking komen dat ze machteloos staan als het erop aankomt. En dat ze dan leren bidden. Dat ze in hun omgeving mensen hebben die het duidelijk kunnen maken. Die het durven en mogen zeggen. Er is een uitweg. Er is een open deur. We zitten niet meer opgesloten. Dat doen we onszelf aan. Heere, wil zo in een wereld in nood nabij zijn. Met uw woord en met uw geest. En dan komen wij tot u, ook met onze zieken. We hebben namen genoemd. Er zijn er meerdere. Er zijn er ook die dankbaar zijn omdat ze zich beter voelen, omdat medicijnen helpen, omdat een operatie geslaagd is, omdat ze nog weer, ja wat dan ook, mochten ontvangen. Ook door het meeleven van broers en zusters, van gemeenten, van u, Heere, aanvaard die dank en wil ook verder nabij zijn. Zo, in grote afhankelijkheid, zien we op tot u. En we bidden u, geef ons uw zegen. We hoorden ook van een bruidspaar die graag spoedig in dat huwelijk bevestigd zullen worden met uw zegen.
Ga ook met hen op weg, Heere. Wees hen nabij. En zo zijn er zoveel. We komen samen tot u en we bidden u dat u niet laat varen wat uw hand begon. Dat we mogen bouwen op uw belofte en op uw trouw. En dat we weten dat het bij u geen goedkope woorden zijn. Want dan denken we aan Golgotha. En dat verschrikkelijke lijden en sterven van de Heer Jezus. Al alleen om zondaren zoals wij thuis te kunnen brengen. Uit die gevangenis naar het beloofde land. Naar het vaderhuis. Naar de bruiloft van het lam. Heere, schenk ons dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Nu collecte, vermoed ik. U weet ervan. En daarna zingen we samen van Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En dan ook het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89.
Ontvang dan nu de zegen des Heren om te mogen heen gaan in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.